Kijk dan! Ik heb hem geschreven. Hey! Ja! Yeah. You know how we call that? Getuned. Ja, wat? Tuning! Hey, leuk weer hier mee. Leuk nieuwe banger. Het is momenteel 5:30 Wie daar? Zint het om dan naar Luxemburg te gaan met de vriendengroep. Maar ja, het is officieel zover. We gaan met de supermotors weer naar Luxemburg. En ik heb lekker de hele nacht doorzetten editen, want ik dacht, ja, anders heb ik toch maar 3 uurtjes slaap. Dan kan ik beter niet slapen, anders ben ik nog vermoeiender in de ochtend dan dat ik wel geslaap voor 3 uur. Dus you gotta take the monster energy. Op een kwartier komt mijn maat aan. En dan gaan we dus alles even lekker inladen. En dan... Hey, ja, ja. Take a look at these diamonds, wrong as I life is squinting, can't just stare. With baby. Kijk dan, er is gewoon helemaal niemand buiten. We staan hier voor de stoplicht. Oh, wat? En over 3 uurtjes zijn we in buitenland en dan weten jullie dat er gewoon geen verkeersregels meer gelden, want dan zijn we in het buitenland. Maar voordat we gaan, is het tijd om mijn olie te verwisselen. En oh mijn god, wat heb ik toch een partij wheelies gedaan op dit ding en ik ben benieuwd hoe Monster Tubes en olie eruit zien. 3 maanden geleden heb ik een zuigerverwisselaar gedaan, heb ik mijn zuiger vervangen en volgens mij ook gelijk olie gedaan, maar dat kan ik me niet meer herinneren. Korte termijn geheugen, dory. Dus we gaan even olie vervangen. Het is voor mij soms even heel even kijken bij een tweetak. Want je hebt hier moertje, boutje, moertje, boutje, moertje, boutje. Daar 2 er nog ertussen. Dan denk ik soms bij mezelf, eentje is het. En bij deze is het zo dat je aan allebei de kanten er een uit moet. Want hij loopt uit die kant eruit en aan deze kant. Dat is weer 2-tak, hè? Een rare tuning. Mij, 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 mij. Zing er mee, mee, klik. Ha, 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 ha. Oké, dit gaat heftig worden. Ik heb dit als bakje, want ik heb geen oliebak. Helemaal scheisse, maar maakt niet uit. Oh, die is zwart, jongen. Kijk dan. Oh mijn god, dit is echt niet goed, hoor. Dit gebeurt er als je dus te veel wheelies doet en te veel je koppeling laat slippen. Ja, en met jongens op een snelweg gaat. Terwijl je als een 125 tweetak rijdt de volgende toeren. Boy, joh. Kijk dan, zwarte olie. Insane, gast. Oh, dit is echt pikzwart. Natuurlijk, nieuwe olie is een beetje lichtbruin. En het hoort ook een beetje nog lichtbruin tot zwart. Maar niet zo heftig zwart zoals dit. Dit is echt heftig. En het is dik ook. Big black gold. Ik had helemaal goed, jongen. Wow, nee. Oh, nee. I have lekt, skunk lekt met olie. We hebben olie gemorst. Pakken we onze heerlijke sappige... We gaan een bal water. Kokertje. Je houdt alles open. Zo doe je kokertje erin. En zorg alsjeblieft alle moertjes en boutjes die je ook weer terugzet. Maak ze even goed schoon dat geen hele zandkorrel op zit. Als heb je Sandman in je gearbox. Dat is niet best. De meeste tuners die het kijken, die weten dat sowieso wel. Die zitten eerder mij te beoordelen hoe ik dit doe dus. Hè. Ik zit onder druk. Nee, maar wat ik nu doe is het volgende. Zo. En dan als het goed is, doen we dit zo erin kiepen. En dan komt hij hier zo lekker olie erin. En dan moet het hier eronder. Kijk eens weer eruit stromen, zoals jullie zien. En dan, dames en heren, heet een beetje herspoelen van het blok. Dan heb je al het zwarte echt zeker eruit dat het gewoon lekker herspoelt. En dames en heren, mijn kenteken wordt eindelijk gefixt door bepaalde connecties. En no plate, no case. Kijk dan, hier allemaal gaten en scheuren. Voilà. Voilà, kijk eens aan. Hallo! Oh. Oh, zo. Ik ben eigenlijk best wel fit. Man, ik heb de hele nacht weer doorgeëdit. Ik heb rode ogen als de pijn. Ja, ik heb dus gisteren doorgehaald. Ja, jij hebt weer perfect ritme dan. Vroeg geweest slapen en dan... Ik heb niet vroeg geslapen. Ik ging om 3 uur pas slapen. Maar ik voel me echt goed. Ik ben echt fit. Ik ook best wel. Je hebt ook rode ogen, jongen. Maar man is stoned. Ja, vriend, jij staat met zo'n bouwlamp op mijn ochtendkast. Oh jongens, ik heb hier zin in. Ik kan me niet voorstellen dat we dadelijk in Luxemburg zijn met helemaal vol daglicht. Maar mijn ouders zijn zoals altijd weer verzorgd, net zoals vorige keer. We gaan deze keer niet proberen ons pols te breken. En het belangrijkste onderdeel, de Daytona gereedschapskist, gaan we ook even meenemen. Kijk eens aan, dit ding is glowing dark. Oh, tune it. Deze is dicht, dames en heren. And we can go to Luxemburg. Are you ready, bro? Ja. Ik heb echt een angst gecreëerd deze keer. Ik wil rustig rijden, normaal. Niet off-road, dat ik niet meer mijn pols breek of iets. Ik vind het eng, want ik heb de laatste tijd heel erg eng gevoel alsof er iets gaat gebeuren. Ik reed gisteren nog met een wheelie door mijn straat heen. Dat doe ik nooit. We moeten wel op elkaar laten, we jou. Maar een beetje uitdagen. Ah, dat
dat is het stomme. In een groep doen we altijd wie het beste wheelies kan. En dan gaat er eentje al het wolpsen wel. Ik denk dat wij daarna wel de beste zijn. Dus dan gaat het altijd een beetje ter zonde. Bij de volgende aangekomen en we kunnen zien dat het een tuner is. Hey, hallo, hoi, goeiedag. Heb je de tijd gezien? Ja, maat, wie verzint het ook om zo vroeg te gaan? Ik heb je motor nog nooit gezien. Mooi ding, man. Oh ja, dat is een MT-07, toch? Ja. Mooi. Wauw. Man heeft meer energy mee dan vloeistof, hè? Oh, ik vind het zo mooi. Voor de bikers die in echt wegmotoren gewend zijn. Ja, dit is zo'n dikke MT-07, jongen. Man spaart gewoon suikerziekte hier. Voilà. En de volgende bike is erin. Jongens, ik heb nog wel voor de vakantie even mijn ketting veranderd. Nee, hey, fuck jou. Heb ik gedaan, lul. 1447 heb ik nu en dat is puur voor trekkracht. Topspeed is dan ietsjes minder. Maar ja, gaat toch geen top om continu rijden op dat ding. Het is meer speels als hard rijden. Precies. Hard rijden zullen jullie meer op een echte wegmotor, dan is het meer een tentmotor. Het is altijd gewoon lekker wheelies en alles. En dan is het mooi. Ba, ba. Oh. Ik moest bij jou 5:45 moest ik er zijn. Wie heeft dat gezegd? Jij! Het bewijs, ook 5:15. Hoe noem je jam in het Belgisch? Confituur. Confituur. Ja, wel moet je het wel in Frans uitspreken. Hetzelfde. Hoe noem je een magnetron? Microcontrole. Nou, nah, dat is maar bar. Man eet om 6:00 M&M. Ik ben hier vergast door Vivid, dampen. Ze zijn allemaal Vivid ochtendmelk te drinken. En goor, joh, hè. Mannen vinden dat ook hard schreeuwende ochtend. Dat vinden we niet. Dat is zo. Hoe is niet normaal. What's that? Zijn we anabolegas aangekomen met de tuningwagens? Dit zijn we allemaal van tune, hè. Hallo, anabolegas. Hé, die is nat warm. Gast, die heb ik net gemaakt. Ho, kijk eens aan, nu zijn ze allemaal gewoon helemaal compleet ook de supermodes. De vorige keer... Nou was het zo, maar nu zijn ze ook allemaal bestikt. Hoi, dames en heren, het is vandaag allemaal met platen, maar als we in Luxemburg zijn, is het no plate, no case. En dan kunnen we allemaal dingen doen. Ik zeg altijd, doe het niet na wat wij allemaal doen, want we zijn nu in het buitenland en niet in Nederland. Dus op privé terrein, zeg maar. Of nu? Nou, dames en heren, we zijn in België momenteel. We rijden helemaal verkeerd, Suka. We zijn in Liège, Luik, dus net België aangekomen. Dat is altijd moeilijk hier met wegen, jongen. Maar welkom Belgische strijders. We zijn in België momenteel, maar we altijd verkouden worden met onze keel. Het is zo apart dat we gewoon vanaf de plek waar wij vertrokken, dat het gewoon maar 1,5 uur rijden is naar een land. Luxemburg. Maar als je in Luxemburg bent, is het naast een dorp. We hebben daar met andere supermotorrijders ook afgesproken. Dus dan wordt 1 grote meet and greet daar. Alleen, dames en heren, het regen. Oh. Dik Ferrari. Luxemburg. We zijn in Luxemburg aangekomen. Het is wel nat, regenachtig. We moeten nog wachten op de boys, maar kijk hoe helder het water hier ook is. Ik ga mijn zwembroek mee, als enigste. Niemand wil met mij skinny dippen. Hallo, we hebben bijna een ongeluk onderweg gehad. Ja, we zijn off-road gegaan. Ja. Dat oor is helemaal vies. Ja, is dat een slang? Hij zit op mijn schoen. Ik heb mijn band heel te leeg laten lopen bij de supermoto. En dat is een stuk harder. Mijn band is gewoon bijna op de velg indruk. Moet je echt oppompen. Hey, opgeblazen pop, je nippels komt eruit. Ik had dan met hem over, er brak laatst een enkel iemand. Oh, dat zie je heel vaak met die stunts, met wheelies. En dan vallen ze en dan zit die hele voet zo scheef. Uit de kom. We kunnen ons huisje blijkbaar nog niet in, dus we gaan vanaf hier hebben wheelies. De eerste supermotard, Contra. Daar komt de tweede. Kijk eens aan. Another KTM. Hé, hey, waarom heb jij hier pads voor vallen of? Vallen en ik wil als ik straks handremmen, kan ik daarop gaan staan. Nou, de uitlaatgassen gaan we even loshalen en dan gaan we gelijk streel oprijden. Ik ben helemaal mooi. Oh, en kijk eens aan. Ik ben wel weer de eerste twee takt hier, dus dat is wel weer. Onze match wel het meest, hè? Je hebt ook paars. Ja, het gaat toch. Oh, mijn zadel is op nat. Drijf dan. Ik heb weer een spiegel, hè? En dan jij een spiegel? Ja. God, man, niet eraf slopen deze keer. Nou, kijk eens aan. Lekker controlefles. Helemaal nieuw, maar hier begint het gezeik. Al moet ik er weer bij gaan vullen elke dag. Komt helemaal onder plak zo te zitten. Jij hebt echt een zwaar leven, hè? Ik heb een heel zwaar leven. Jade Anna Influencer. Is niet meer leuk. Oké, even een reality check. Ik ben vandaag echt al heel de dag binnen geweest op de bank. Lop, 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 lop. Hey, monster. Ja, wel verkeerde monster eigenlijk, hè? Die Niro Monster Tube? Ja, omdat die Monster Tube, wij kregen nooit iets van Monster Tube. Oh ja. En dan doe je het ook echt aan, hè? Baby, I have no. Die gooit mij even aan droogstoken. Kijk hoe
fucking veel damp eruit komt. Er zijn rij 2-takt, leuk. Ja, elke bike moet even opwarmen, maar mijn is echt extreem. Ik heb nieuw ketting erop, 14 voor en nu 47 achter. Ik ben van 45 naar 47 gegaan, dus dat is top. Hoe natuur jij, man? Ja, stuurt gewoon. Maar hou het met je knieën helemaal zo. Boys zeggen allemaal dat het echt extreem glad is. Run that shit back, bitch, I'm stylish. We hebben wielrennen hier. Zo, we rijden officieel, man. Ja, ja, we rijden officieel. Luxemburg, wajo. Ik ga echt oppassen, man, deze vakantie. Ik heb laatst een hele angst gekregen met het rijden en alles. Zo, oh, je bent zo kwetsbaar. Ik wil gewoon een beetje oppassen. Niet meer overal gek wheelie op een zadel staan. Want wheelies, ik moet zeggen, dat is nog wel het minst erg. Het is meer voor auto's. Je kan zo onderschept worden met die dingen. Wel leuk, ze zijn gewoon met veel bikes ook, joh. Haarspeldbochten komen hier ook natuurlijk. Maar dat is eng, hoor. Iedereen rijdt ook langzaam in de bocht. Oh, er is er al eentje gejoekeld. Ik moet echt mijn band oppompen, want ik ga helemaal scheef. Oh, je hebt hier allemaal haarspeldbochten en we gaan ook steeds hoger de bergen in. Dat is helemaal niet meer leuk. Nee, vorige keer was dat ook zo. Je moet niet als een gek rijden, je moet gewoon oppassen. En dan heb je nog een kans dat er auto's crossen hier in de berg, hoor. Kijk, hier rechtstuk zou het wel kunnen. Dat is een mooi stuk hier, hoor. Oh. Hij gaat sturen nu. Broer, ziek dat we nu gewoon hele goed bij elkaar hebben. Het wordt er echt steeds meer. Kroatië, zijn we met 20 supermoto's, hè? Maar daar is link rijden. Daar ga je ook echt naar de cliff en zo. Kroatië, heb ik fucking veel zin in. Ik heb nog steeds last van mijn pols. Altijd nog wel een beetje. Dus het is helemaal bouwd. Moet je nou kicken? Zijn elektrische start is ineens losgeschoten. Dan moet dan de accu zijn. Waar is de eindig hoogst waarschijnlijk? Oh, kijk ze hier allemaal staan dan, man. Ja, ja, die zag ik. Elke kwartier gaat er eentje neer, hè? Elk kwartier is er wel iemand zonder benzine of... Ja, het begint ietsjes droog op de weg te worden, dus dat is top. Het is heel apart, maar het lijkt alsof Luxemburg niet zo'n land is. We rijden hier ook alsof er geen wouden zijn. We hebben ook echt één keer wouden hier gezien, maar het lijkt niet eens een land, Luxemburg. Terwijl het echt prachtig is met wegen hier, ongekend. Boah, dikke trekker daar, jongen. Doet er? God, man, dikke Deutsch. Ik heb echt even lucht nodig, want mijn achterband is zo lek als een kanon. Ik ben mijn ventieldopje weer kwijt. Dat is weer typisch iets van mij, hè? Je leert tijdens motorles in Nederland, ik denk wel overal, om langs die rioolput hier op te rijden. Maar als je dan op de weg, niemand denkt daar meer aan. Terwijl je daar wel beoordeeld wordt. Je moet langs die rioolput rijden. Als dat nat is, is het spek glad. Ja, ik let daar nooit meer echt op. Hey, eerst haarspel, bocht of today. We rijden weer door het bos en hier is het levensgevaarlijk op de rij, want vorige keer ook. Ik kan wel altijd lijpe edits laten zien, maar ik wil jullie ook bewust laten zijn dat het een fucking groot risico is wat ik voor content ook wel neerzet. En dat zeg ik eigenlijk uit mezelf. Dan kunnen sommige mensen vinden dat dat wel meevalt, omdat achter het scherm lijkt dat 10 keer minder erg, maar het is echt, het is spekglad, haarspotbochten, wheelies. Doe mezelf natuurlijk. De eerste vakantie was deze gast hier voor mij en deze beunaas hier uit een haarspotbocht gevlogen. En het liep daar gelukkig door. Maar de tweede haarspotbocht waren gewoon al in de berg. Dus dat was insane. Zo oneerlijk, hè? 405 cc, 125. Ik ben wel het felste met optrek. Maar als het op speed neerkomt, ja, sowieso. Ik kan wel hard op speed van dit ding, volgens mij 140 zoiets. Maar ik ga het gewoon niet doen. Het is niet lekker rijden op de tweede tak. Soms als ik een berg op ga, zit je net niet in die powerband meer. Nou, dan kom je neer gelijk. Wop. En ik heb nu sinds kort dat ik terug schakel met Willy. Dat is raar, jongen. Meestal schakel je op gelijk. Yo, moet je kijken dan hier, maat. Paardjes, dieren. Ik ben dan weer zo iemand die er naartoe wil lopen en ze wil uitdagen. Ik hou van koeien. Koeien zijn echt mijn lievelingsdieren. Kijk dan, Luxemburg heeft gewoon een Nederlandse vlag. Dat vond ik altijd wel grappig. Precies de Nederlandse vlag. Nou, we gaan met de alle supermotische kantine even op. Het regent weer als de pestpleur is. Als je kijkt, het is helemaal rustgevend. En mensen hier in Luxemburg wonen hier ook echt voor hun rust in de berg. Voor mijn mening, dat, man. En we gaan weer rijden. We zijn echt voor saus gestopt. Ja, het blijft regenen. Helemaal pauw. Zo, dat zijn de Engelsmannen. Ik hoop dat er een tweetak bij is, gast. Zo, die paarse. Bro, kijk hoe nice dit eruit ziet, gast. Ja, dit wou ik hebben. Zo helemaal paars eigenlijk eerst, hè. We zijn nu met 1, 2, 8, 9, 10 man. 10 mensen, man. Waar komen de andere 10? Ik ga door het lint. Als daar meisje een betere wheelie kan als ik. Ik ben altijd leuk bij buitenlanden. Ik ga gewoon tussen die Luxemburgse gasten rijden. We verstaan elkaar niet, maar we hebben wel dezelfde passie. Dat is toch leuk?
man. Kijk deze dam, man. Wow, yo. Can I get a ball water? Een ball water? Jongens, we hebben pauze gemaakt. Ik heb echt voor saus gisteren mijn motor even schoongemaakt. Het is wel lekker door die bergen, hè? Ja. Bro, ik maak die bocht door in je achter mij. Zeg, ik ga maar door. Maar, oh, ik schakelde zo laat, jongen. Ik slipte. Zag je dat ik wegleed? Dat was wel mooi. Nog een jaar, bro. Dat is toch niet te doen? Ik heb eigenlijk 6 lagen. Maar ik heb echt koud. Het is wel grappig. Iedereen is hier nu echt met 10 motoren of zo. Maar ze hebben allemaal slik. Behalve deze. Die is van Bolt. Deze ziet er lijp uit, jongens. Dit is zo eentje. Dit wou ik dus eerst hebben. Zo'n helemaal paarsachtige. Precies zo eentje wou ik hebben. Maar ik heb hem toch rood nog doorheen gedaan. Nee, SpongeBob Squarms. Ook mooi. Maar kijk er mij aan van, want je praat tegen een camera aan. Ja, lol, ongemakkelijk. Gewoon hier spoor op de zijkant. Er is zo'n heel subframe. Will you use this? You need it. Or just a flex? No, no. Yeah, you go in. No problem. Want zijn uitlaat valt er elk moment af. Ja, ik vind dat een beetje jammer van je bike. Een heel gat. Jij bent toch al op je bakkers. Dus... He just fell on his bike, like 2 weeks ago. Yeah. Wait, we have it on film. Ja, leuk. I have this like third brake. I'm used to this brake. I have this brake under here. I'm not used to it. Yeah, and then he has like 5 seconds to grab the brake. And it's like, nope. We wachten nog op één gast. Die heeft dus ook een derde rem eronder. Dat is wel leuk. Ik ben benieuwd. Hij wel. We horen er eentje. My man! Hey, bro, third break! Dit is echt mijn maat, want hij heeft ook zijn shorty afgeslepen, net zoals ik. Je hebt hem heel shorty afgeslepen. Ik heb precies dezelfde rem, maar zijn is... Ja, wat chiller of zo. Oh, maat, wat doet hij? Wat ziek! Maat! Zo, hey. Ze hebben overal X op de kentekenplaat. Why does every supermode start with X? This is a KTM EXC. Oh, for real. Oh, EXC 125 en is een 125. Dat is wel lijk. You know how we call that? Getuned. Getuned. Tuning. Oh! Oh! Zo! Oh, yo! Ik heb hem geschreven. Hey! Ja! Eén klein screepje, heel licht! Echt, echt eentje. Ja. En deze gast heeft gewoon NL op een Luxemburgse plaat. Netherlands. NL is Noah, my surname and my birthday. We call this Netherlands. ik vroeg dus aan die gast van, heb je al veel gebroken? En hij zei... 5, 6, 7 things. Deze man loopt met allemaal ijzeren bouten in zich, omdat hij zoveel heeft gebroken. Oh mijn god, this hij is daar. Kijk dan! Shout out to Noah, braaf! Deze gast, omdat ik weer zo'n randebiel ben, die mede kenteken schreef. Ik kan het wel, maar het maakt zoveel kapot, jongen. Jeetje, zieke zuiger. Dit is Mazik 125, but with Big Boy Kit. Wajo, Big Boy Kit rond de hatsplat. Wajo, al die uitlaat hier. Kijk dan wat hij allemaal heeft. Nou, we gaan even de plekken tuning doen, dames en heren. Ah, net een nieuwe plaat, helemaal kapot al. Ik ga nooit meer schrepen. Zo, lekker vullen weer. Oké, daar gaat ie. Nee, ik zie mezelf hier gewoon crashen, joh. You're good, bro. You have protection. Oh, zijn derde rem is ook gebogen. Dat had ik ook, man. You have it on the camera. I got him on 4K, bro. Hey, oh, let's go. Oh, dikke graammachine. Dat vind ik nou vette tuning. Nou, en we kunnen weer door. Dit is het gevaar van dit hele wheelie leuk gedoe. Kijk die man doen, man. Luxemburg's next level, gast. Haarspeldbochtje erbij, het is flat. Het is echt leuk, jongen, die haarspeldbochten. Het gaat steeds beter. Lekker stuur, leun naar links, voetje op de grond. Hohoho, kijk ze allemaal. Lucht en wielen, gast. Allemaal de bocht om, allemaal wielen in de bocht. Oh, lijf. De trekker. Ik wil dat ook kunnen. Oh, bro, you're riding like you wanna die. Oké, mooie spot. Dikke Luxemburgers. We gaan nu richting de auto en dan gaan we onze crib even in. Nat zadel. Tycho uit het koud, joh, hè. Dames en heren, we zijn terug en we hebben hard gereden, jongen. Insane gewoon. Het is koud. Iedereen is doorweekt. Hebben die zwerven weer zonder schoen. Hey, hey. Oh, Bob. What a dose. Oh. Hoi, goeiedag. Hey, abonneer. Ben je nog niet geabonneerd op MonsterTube? Abonneer zeker op MonsterTube om gratis OnlyFans van Anabolen te zien. Ja, we zijn doorweekt, jongen. Mijn keel is morgen gewoon koud als weet ik wat. Hoe koud heeft u het?
ging zo. Ik reed achter hem, maar hij reed echt zo. Hij reed echt verstijfd van de kou. Ik zat echt zo de hele tijd te trillen. Mijn schouders, mijn armen, mijn rug, alles. Ik had gelukkig niet koud. Gelukkig. Ik was best goed aangekleed. Zo koud. Ja, je had het echt koud. Ik kon niet meer. Oh, en nog een uur terugrijden hè, door die kou. Oh, kijk wat een afgrond hier. Insane. Ja, meneer, ik hoef geen prostitutie aan de deur. Nee. Wat ga je halen? Eten, bier. Buur. We zijn bij de Lidl aangekomen, maar dan in Luxemburg. Niet dan? Oh, dit is lekker. Kijk eens aan. Ik kan bal water. Als je nou gaat gymmen, hè? En je eet dit. Hoe lang moet je dit eruit gymmen? Ja, voor jou niet zo lang. Je hebt al een keer vet. Ik ben vet. Wauw, deze is open. Taste it. We got some new... Wat? Oh, heel de gast hele... Nou, kijk ze aan. Bij ons huisje aangekomen. Ergens aan het home, motor in de kitchen. Tour. Dit is leuk! Oh, slaven hier allemaal bij elkaar. Oh, moet dit een douche zijn? Zo! Zo, dames en heren, we zitten allemaal. Ik denk dat 4K even lekker allemaal overzetten. Mannen, zit je chips te vreten. Wat zit jij nou weer te doen? Oh ja, je kon niet kicken meer, hè? Dit is zo handig als je dit mee hebt. Alleen voor mij niet. Ik reed 2 takt zonder accu. Zo'n doormeetapparaat. Ga je deze nog ooit bestikken? Ja, ja, komt een kappenset, stickers, zwart stuur. Oh, ik ga door. Niet een bal water. Gewoon bal water. Een flink wat cola en Fanta. Kiekjes aan, lekker editen. Dat moet natuurlijk ook gebeuren voor dagelijks vloggen. Boys zijn even lekker aan het zuipen en drinken beneden. Maar ja, we hebben dan zo geen zin in, hè. Maar het moet wel eens gebeuren. En dat is 1 groot nadeel als je in het buitenland bent. Wifi. Dat is altijd bout gewoon. Ik heb wel zeg maar zo'n Starlink antenne gekocht thuis. En dat is echt zo'n box van een antenne. Maar dan heb je overal ter wereld heb je gewoon minstens 100 MB per seconde. Dus dat is wel top, maar ja, dan moet je zo'n antenne meenemen. En dat is dan, ja. Tjoene! Wat op die oh mijn god! Oh, ziek van liever. Waarom? Hoe kom je? Wingardium Leviosa. Oh, ze hebben even lekker pizza gehaald. Zo, wat een oven dit, man. Gezellig mobiele eenheid. Ja? Ik heb die stoel tegen mij. Oh! Hey, we got the first slice of pizza. Wij zitten hier films te kijken, man zit te strijden voor CSGO. We zitten een toernooi te kijken van game. Ja. Maar dames en heren, het was vandaag weer veel vallen en gevaarlijk rijden elke keer. Dat is echt ongekend. We hadden weer momenten erbij, eerlijk, dat er echt gewoon... Daar moet je niet eens over nadenken. Dus, het is zo gevaarlijk om te rijden met die bikes. Dat is insane gewoon. Maar ja, dames en heren, het was een zieke vlog. Morgen staat er nog een dag om te stunten. De stay tuned vandaag op een brug van 1000 meter hoogte. Dus als je daar vanaf flikkert, dan is het... Maar dames en heren, bijna nog niet geabonneerd. Abonneer dan zeker op mijn Monster Gang Tour. Zou ik er super erg waarderen. Grab some merch, monstershoe.nl. En... Nee, zeker niet te abonneren om bij de Monster Gang te horen. En dan zie ik jullie straks in de volgende video. Bye bye.